Welkom bij Tuinplezier. Luchtvochtigheid, ik heb het al heel vaak benoemd in mijn video's. Maar wat is het nou eigenlijk en waarom is het zo belangrijk voor jouw kamerplanten? De meeste populaire kamerplanten, zoals bijvoorbeeld de monstera en de calatheas en de bananenplanten, die komen echt uit de tropen van Zuidoost-Azië. Daar is de luchtvochtigheid heel erg hoog. En als jij nou kamerplanten aan gaat schaffen, dan ga je ze meestal in je huiskamer zetten en daar is de luchtvochtigheid wat laag. Dus het is heel belangrijk om hetzelfde luchtvochtigheid na te bootsen als dat die in de natuur heeft. Bijvoorbeeld in de tropen is er een luchtvochtigheid van bijna 80 tot 90%. En dat is heel erg hoog. Maar in jouw huiskamer is dat niet heel praktisch, want dan wordt alles heel erg vochtig. Neem nou ongeveer een luchtvochtigheid van 50 à 60. Dat is al heel erg fijn voor jouw kamerplanten. En in de winter, dan ga je vaak de verwarming aanzetten. Dan gaat de luchtvochtigheid zakken, want dan wordt de lucht juist droger. Dus let er heel erg goed op, vooral in de winter. De luchtvochtigheid zijn kleine druppeltjes in de lucht. Die zie je dus eigenlijk niet met het blote oog. Maar je kunt ze wel degelijk meten, met een hygrometer bijvoorbeeld. En je kunt het ook zien aan het blad van je plant. Want als de bladeren wat bruin worden aan de randen, is het vaak een teken van een lage luchtvochtigheid. Nou, nu snap je dus wel dat de luchtvochtigheid dus heel belangrijk is. Maar als die nu te laag is, hoe breng je hem nou omhoog? Je kunt bijvoorbeeld ervoor zorgen om te gaan sprayen. Dat is de meest bekende vorm van de luchtvochtigheid omhoog brengen. Maar die is vrij plaatselijk. En er zijn kamerplanten die houden niet zo van dat je echt gaat sprayen op het blad. Bijvoorbeeld de begonia met zijn harige bladeren. Daar kun je beter niet op sprayen. Maar gewoon lekker de philodendronen en de strelitzia's bijvoorbeeld, die kan je regelmatig een sproeibeurt geven. Dan ben je wel plaatselijk aan het verhogen, maar dan wil de ruimte nog niet echt verhoogd zijn in de luchtvochtigheid. Wat je dan beter kan doen, is bijvoorbeeld ouderwets bakjes water eronder zetten, zodat het kan verdampen. Er zijn complete apparaten te verkrijgen die de luchtvochtigheid omhoog brengen. Van grote tot kleine, dus struin even het internet af. Degene die bij jouw budget en jouw ruimte past. Wat je ook nog kunt doen, als je de kamerplanten een beetje bij elkaar zet, dus groepen maken. Daartussen blijft de luchtvochtigheid wat omhoog, want daar blijven de druppeltjes gewoon tussen hangen. Nou heb je toch zo je best gedaan en krijg je bruine randjes. Wat doe je dan? Nou, die bruine randjes kun je vaak gewoon afknippen of het hele blad wegknippen. Heb je de luchtvochtigheid onder controle, dan maakt jouw plant nieuwe bladeren aan en die zijn alweer gewoon mooi groen. Er zijn natuurlijk ook kamerplanten die niet zo van een hoge luchtvochtigheid houden. Bijvoorbeeld degene die uit de woestijn komen, de cactussen. Daar heb ik ook een video over gemaakt. Die kan je ook nog even bekijken, want dat is natuurlijk heel anders. Abonneer je zeker op ons YouTube-kanaal, want dan mis je geen enkele video meer. En dan ga jij ook de groene vingers krijgen met jouw kamerplanten.